Tijden veranderen. In het steeds moderner uitziende Doetinchem staat ook dit boerderijtje uit 1783. Een gemeentelijk monument waarvoor de sloopkogel dreigt. Er zijn concrete plannen om een nieuw ziekenhuis te bouwen, precies op de plek waar het boerderijtje staat. Het is een uitgelezen kans die het ziekenhuis wil oppakken om die stap vooruit te maken, om een nieuw modern ziekenhuis neer te zetten. De bewoners zijn te emotioneel om te reageren. Jarenlang al werken ze keihard om de boerderij zo authentiek mogelijk te restaureren. En nu blijkt dus mogelijk voor niets. De houding van de wethouder heeft mij teleurgesteld. Nu zegt hij van, als het niet anders kan, slopen dan maar. Dat vind ik veel te gemakkelijk. Ik heb mij nog lang niet bij neergelegd dat de sloopkogel erin gaat. Dat is voor mij echt de laatste en niet meest wenselijke optie.